Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 25 augustus 2015. Dat is het bulletin van dinsdag. Vandaag opnieuw geen nieuws, maar onder andere het vervolg van het item over meteorsketten waar we gisteren mee begonnen. Daarnaast hebben we weer een deel van PD4 ROB's eigen visie op het elektron. Het optreden van meteorreflecties is voor het eerst waargenomen door Hantaro Nagaoka uit Japan in 1929. Begin jaren 30 werd bij verschillende onderzoeken ontdekt dat met name tijdens meteorenregens deze vorm van voortplanting van radiogolven veelvuldig voorkwam. Een echte toepassing ervoor was er echter niet. Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel herontdekt en werd er opnieuw onderzoek naar gedaan. Begin jaren 50 lukte het vervolgens om de techniek voor communicatie te gebruiken. Het Onderzoeksinstituut van Defensie in Canada nam daarvoor in het kader van onderzoek naar radarsignalen met een bandrecorder gegevens op die vervolgens op een frequentie van 90 MHz werden uitgezonden. Wanneer ongeveer tussen zend- en ontvangststation in een meteoriet in aanraking met de dampkring kwam, kon het signaal van de bandrecorder zo'n 1600 kilometer verderop worden opgevangen. Dit systeem van communicatie is vervolgens onder de naam Project Janet tussen 1952 en 1960 bij Defensie in Canada in gebruik geweest. In Europa werd de techniek vanaf 1965 door de NAVO gebruikt. Vanuit toenmalig West-Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Noorwegen bestond onder de naam COMET, C-O-M-E-T, en dat stond voor Communication by Meteor Trails, een systeem om permanent met het Europese NAVO-hoofdkwartier te kunnen communiceren met een gemiddelde datasnelheid van 115 tot 310 bits per seconde. In de periode daarna raakte de techniek bij Defensie voor zover bekend korte tijd in onbruik. In 1970 echter nam de Amerikaanse luchtmacht vanuit Alaska weer een meteorburst systeem in gebruik, omdat satellietcommunicatie met name op de hogere breedtegraden niet altijd even betrouwbaar werkt. De techniek wordt ook nu nog altijd toegepast. Moderne versies gebruiken antennes die door computers gestuurd veel effectiever gericht kunnen worden, waardoor het als het op de juiste wijze en in de juiste fase gebeurt mogelijk is om veel meer dan anders van backscatter gebruik te maken. Dat maakt meteorburst ook geschikt voor netwerken die zich over kleinere geografische gebieden uitstrekken. Meteorburstcommunicatie heeft dan nog extra het voordeel dat de verbinding veel veiliger is, onder andere tegen afluisterende vreemde mogelijkheden dan het verkeer via bijvoorbeeld een satelliet dat is. Een bijzonder voorbeeld van meteorburstcommunicatie is het SNOTEL-systeem, S-N-O-T-E-L, van de Amerikaanse overheid voor het automatisch verzamelen van informatie over sneeuwval en het sneeuwdek op zeer afgelegen plaatsen. Het maakt voor gebruik van communicatie uitsluitend gebruik van meteorburst. De gegevens worden daarmee nagenoeg in real-time verzameld. De 600 automatische monitoringposten in met name het westen van de Verenigde Staten werken op zonne-energie en zijn ontworpen om een jaar lang onderhoudsvrij en zonder ingrijpen van buitenaf te kunnen functioneren. Het systeem wordt bestuurd vanuit twee centrale masterstations, eentje in Boise, Idaho en het andere in Ogden in Utah. Bij het propagatieonderwerp zijn we nog steeds bij de maximaal en minimaal bruikbare frequenties en de veelgebruikte afkorting MUF. De D-laag zorgt met name voor absorptie van radiogolven en deze absorptie neemt heel snel toe met het verlagen van de gebruikte frequentie over een bepaald traject. De D-laag stelt als het ware een ondergrens aan de frequentie die nog kan worden gebruikt voor communicatie via de hogere lagen van de ionosfeer. Deze grensfrequentie, waaronder het dus niet meer werkt, wordt ook wel de absorptiegrensfrequentie genoemd, of volgens de Engelstalige afkorting ALF. De ALF is alleen van belang voor trajecten die geheel of gedeeltelijk via gebieden gaan waar het licht is. 'S Nachts verdwijnt, zoals eerder gezegd, de D-laag voorkomen en dan valt ook de ALF dus terug naar nul, waarmee lage frequenties die overdag niet bruikbaar zijn ineens wel gewoon werken. In het volgende deel gaan we in op hopafstanden, ook wel skipafstanden genoemd. Hier aangekomen na het elektron scheikundig en elektromagnetisch bekeken te hebben, gaan we er eens kwantummechanisch tegenaan kijken. We weten uit de kwantummechanica dat een deeltje zich ook als golf voor kan doen. In de eerste les van de kwantummechanica wordt meestal het elektron als voorbeeld daarvan gebruikt. De parallel hiervan is dus, het elektron in statische staat is een deeltje en het elektron in dynamische staat is een golf. Het deeltje is elektrisch, maar de golf is elektromagnetisch. De vraag is, wat triggert het elektron om van statisch naar dynamisch over te gaan? Echo. Tango, Echo, November. Echo, Tango, Echo, November.